hoe gaan we die werkgelegenheid stimuleren? Hoe gaan we die vergrijzingen en die ontgroening te lijf? Is dan die robot een bedreiging of is dat een middel juist ter bescherming? Dit bedrijf is een systeemintegrator. En het FieldLab is een middel om die rol van systeemintegrator nog verder te versterken. En die kennis de markt in te stuwen. Zodat er veel meer mensen zijn die de robotica kunnen omarmen en daar kennis van dragen. Wij hebben kunde aan boord, we hebben ervaring aan boord. En wij zijn bereid om die kunde en die ervaring aan te reiken aan de kennisinstituten. Die er dan vervolgens lesmateriaal van maken. Dat overdragen van die kennis, om dat in jonge mensen te stoppen, is een kunst op zich. Als je bij Microsoft welke training dan ook volgt, krijg je een certificaat. En weet je dus eigenlijk precies waar iemand wel bagage heeft of niet. Dat weten we in de robotica, weten we dat. Überhaupt niet. En dat is voor de machinebouwers van groot belang. Maar dat is ook voor operationele productiebedrijven van groot belang. Van wat kan nou iemand? Maar we willen ook meten kunnen wat iemand nou echt kan. En daar een certificaat op afgeven. Want als dat waar is, dat dat gaat werken, dan is het risico om de robotisering toe te laten in je productiebedrijf natuurlijk enorm verlaagd. Die drempel wordt echt een heel stuk lager, waardoor zeg maar, in Nederland de robotisering drastisch zal toenemen. En we de afhankelijkheid van China, met alle transportproblematiek die erbij hoort en kwaliteitsproblematiek die erbij hoort, gewoon weten te reduceren. Dat is voor de BV Nederland echt van groot belang. Dus wees niet bang. Doe het. De juiste MKB'er is het meest gebaat bij dit hele gebeuren. Want als die in staat is een stuk van zijn productie zo in te richten dat hij dat gerobotiseerd kan uitvoeren, wordt hij gewoon minder kwetsbaar. En kwetsbaarheid is het ergste wat ondernemers kan overkomen.